Met mijn eerste scheikunde doos blies ik mijn hond op. Met de tweede doos mijn kamer. Met de derde ons huis. Dit kan zo niet langer, Himmeltje, zei papa. Je kunt niet de rest van je leven dingen blijven opblazen. Maar niemand was thuis, papa. Al onze spullen zijn weg. Niemand is gewond. En Churchill is ook dood. Ik lag in een zaaltje in het Trimley ziekenhuis. In het bed naast mij lag een jongen met schilvers en kostjes op zijn armen. De schilvers waren van een ziekte, de kostjes van het krabben. De hele dag at hij bonbons. Als weer een doos leeg was, riep hij de zuster en kreeg hij een nieuwe. Wat heb jij? Vroeg ik toen ik net in het zaaltje lag. Oh, alles, antwoordde de jongen en stopte een bonbon in zijn mond. Later die dag bood hij mij een bonbon aan, maar die heb ik geweigerd. Zijn hele bed lag bezaaid met schilvers. Ik wilde niet besmet raken. Papa inspecteerde het gips om mijn linkerbeen. Hij klopte erop met een klein hamertje en luisterde of het goed was aangebracht. Papa was dokter. Overal had hij een koffer bij zich met medische instrumenten. Het hamertje gebruikte hij om reflexen te testen, maar gips kon ook goed mee worden onderzocht. Na het been bekeek hij mijn handen, die tijdens de ontploffing waren geschaafd, en de schrammen op mijn gezicht. Prutswerk, zei hij. Is het niet goed, papa? Papa legde het hamertje in zijn koffer en staarde naar het plafond. Dit is geen ziekenhuis, jongen. Dit is een slachthuis. Churchill was mijn konijn. Eigenlijk was het mama's konijn, maar ik zorgde ervoor omdat mama telkens vergat dat ze een konijn had gekocht. Voor de planten in huis zorgde ik ook en de tropische vissen in ons aquarium gaf ik elke ochtend een beetje voer. Dat de vissen de ontploffing ook niet hadden overleefd, had ik al gehoord. Ik vond het niet zo erg. Dieren moeten vrij zijn, niet in kooien, hokken en aquaria worden gestopt. De dood van mijn hond Wopper, een paar weken daarvoor, betreurde ik wel. Ik had hem als puppy gekregen op mijn tweede verjaardag. Toen was hij nog klein en pluizig als een bolletje wol. Een jaar later was hij nog steeds pluizig, maar zo groot als een kalf. We waren onafscheidelijk. Wopper had zich aan mij gehecht en ik aan hem. Bij ons thuis werd weinig gehecht. In huizen van andere kinderen werd volop gehecht. In sommige huizen zelfs iets te veel. In ons huis was er van hechten geen sprake. Papa was druk met zijn patiënten, mama las een boek of lag versuft in bed en oma Rosalinde bezocht cafés en restaurant waar ze tegen de obers en klanten riep: "Mijn zoon is onschuldig, ik wil dat u dat goed begrijpt." Als oma Rosalinde thuis kwam en ik was toevallig in de buurt, gaf ze mij een zoen op mijn wang en een aai over mijn bol. Dat was het enige moment waarop er gehecht werd in ons huis. Ik vermoed dat ik daarom die hond heb gekregen. Honden zijn zeer bedreven in het hechten en ik had er dringend behoefte aan. Die behoefte is Wopper 6 jaar later fataal geworden, toen ik in mijn kamer een scheikundig proefje uitvoerde en de eerste ontploffing plaatsvond. Wopper stond met zijn neus bovenop, zoals hij altijd overal met zijn neus bovenop stond. Ik had hem een paar keer weggeduwd. Ik had gehoord dat proefjes gevaarlijk waren en ik wilde niet dat Wopper gewond zou raken. Maar Wopper liet zich niet wegduwen. Hij was mijn beste vriend. Hij woog 15 kilo en na de knal lag hij doodstil op de vloer. Zijn snuit was blauw. Zijn haren waren weg. Ik was ook blauw. Mama heeft uren geboend om me weer schoon te krijgen. Die avond groef papa een kuil in de tuin en hebben we afscheid genomen van Wopper.